Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Ja, welkom. Vorige keer hadden we het over een vrouwelijke heerser of een vrouwelijke farao. Mm-hmm. En op zoek naar zo'n onderwerp kwam ik een andere historisch figuur tegen die ik ook wel interessant vond. Want ik ben een Nederlandse man, dus dat betekent vaak dat tijdens geschiedenis wordt er niet heel veel tijd besteed aan andere landen. Nee, het is sowieso vaak heel Europees gericht. En vaak ook Westers-Europees gericht. Hè? Ja, okay, hoeveel weten we nou van Scandinavië alleen al? Terwijl dat is redelijk westelijk. Mm-hmm. Laat staan de Balkanlanden. Mm-hmm. Of Rusland. Ja. Natuurlijk, we weten wel wat daarvan, maar eigenlijk... Ja, ik bedoel, Peter, wat weet jij nou van Rusland? Dat ze steeds aan het einde van een oorlog binnenkomen. Ja. Ze zijn steeds bezig met het einde van een oorlog. Ja, dat lukt hun steeds. Bij Napoleon, bij de Tweede Wereldoorlog. Of ze gaan weg aan het einde van een oorlog. Ja. Verder zijn natuurlijk een hoop tsaren die je dan kent. Maar ja. Ja, maar hoeveel tsaren ken je nou echt? Ik bedoel, volgens mij heet ze allemaal Peter. Dat ja, voornamelijk tsaar Peter. Ja, ja. Ja, maar ik kwam dus ook een andere keizer tegen. Catharina de Grote. Hmm. En dan denk je van, oh ja, maar je had toch Alexander de Grote? Ja, die ook. Maar het kwam regelmatig voor hè, dat er de grote achter iemand werd gezet. Van, ja, zijn het er veel? Maar ik kende minimaal drie. Ja, ja. Alexander de Grote, Peter de Grote, Catharina de Grote. Karel de Grote. Oh, ja. Mm-hmm. Dus er zijn genoeg grote, maar volgens mij zijn er meer. Ja, even opgezocht. Er zijn toch best wel veel die de grote heten. Ja, een stuk of 100, zeg maar. Wauw. Alleen, het betekent soms ook gewoon de ouderen. Dus dat telt niet helemaal. Hè. Dus echt, de grote zijn er maar een paar. Leuk. Catharina de Grote. Laten we even kijken waarom ze de grote was. Ja. Op 2 mei in 1729 in Stettin in Pomeranië in Pruisen werd Catharina geboren als prinses Sophia Augusta Frederica von Anhalt selbst Dornburg. Oké. Ja, maar ze was dus geboren aan een Duitse familie van Anhalt selbst, of de familie Anhalt, die woonde daar in Pruisen. Ja, ja. Dat is inderdaad het oude Duitsland, hè? Ja, Duitsland, Polen. Ik geloof dat het gedeelte, of het grootste gedeelte van Pruisen ligt nu in Polen. Dat vloeit allemaal in elkaar over natuurlijk. Ja. Ja. Volken en grenzen liggen heel complex vaak. Ja, en nog steeds, hè? Nog steeds. Ja. Ja, nog steeds. Jullie mogen zelf invullen waar Peter en ik nu aan denken. Ik ga niks zeggen. Geweldig. Maar maar dat is dus ook in Europa zo, weet je. Ik bedoel, er ligt eigenlijk een soort van... zelfs in Nederland heb je een soort van Friesland natuurlijk. Een soort van, dat hoort bij Nederland officieel. En dat vinden de meeste Friezen ook wel, hoor. Maar ja, het is complex. Ja. Gebieden, volkeren samenstellingen. Ik bedoel, kijk alleen naar de Duits-Nederlandse grens. Ik bedoel, heb je daar Duitsers? Heb je daar Nederlanders? Mm-hmm. Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ja, en hij is niet altijd even duidelijk, hè, een grens. Ja. Dat is toch wel... Ik vind het wel grappig. Ja, kijk, tegenwoordig zijn we niet meer van plan om net even een klein dorpje aan de andere kant van de grens over te nemen. Ja. En ik bedoel, het gaat goed, hè. Je hebt... Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Ja, inderdaad. Ja. dat is al onzin. Wanneer ben je nou Belgisch en wanneer ben je nou Nederlands? En volgens mij hebben ze het daar ook gewoon opgegeven. En is zo van, ja, weet je. Er is een regel, als je voordeur in Nederland of België ligt, dan ben je die nationaliteit. Als je voordeur in België ligt, ben je Belgisch en anders ben je Nederland. Maar volgens mij wordt er gewoon aan je gevraagd, wat voel je Ja, nou? Wat wil je? Wat doe je zelf? Maar Catharina was dus geboren in Pruisen. En jonge Sophie, die werd dus door... Omdat
dat was vaker zo in adelenfamilies. Die werd dus opgevoed om de vrouw te worden van een machtige heerser. Ja. Zodat het huis beter kon worden. Hmm. Nou, ze sprak dus Duits, maar ze sprak ook Frans. En dat was dus eigenlijk een soort van het Engels van vroeger, lingua franca heet dat, de algemeen of meest gesproken taal, taal waarin je communiceert. Mm-hmm. Frans was een erg invloedrijke taal. Ja, je ziet ook wel terug in meerdere talen, hè? Ja. Op zich is Engels ook wel beïnvloed door Frans. In Nederland zie je ook heel veel Franse woorden. Zeker weten. Parachute. Paraplu. Restaurant, cadeau, weet je, van alles. Maar ze kreeg dus ook een normale opleiding voor een Duitse prinses van die tijd. Mm-hmm. Etiketten, Frans en Lutherse theologie. Oh ja, ja. Dat is een... Het gaat om protestantisme, zeg maar. Ja, dat is Martin Luther natuurlijk. Ja, het is een tak van het protestants geloof. Ja. Maar nu komen we bij haar... toekomstige man, Peter de Derde van Rusland, keizer Peter van Rusland, die ontmoette ze toen ze 10 was, in 1739. Ze vond hem helemaal niks. ze vond hem nogal bleek. Mm, yeah. En hij hield nogal van alcohol. Mm. Ja, weet je, dat bleken slaat nergens op. Maar ik snap dat als iemand te veel alcohol drinkt, dat je dat niet per se ziet zitten. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een slechte eerste indruk. Ze heeft ook geschreven dat zij graag aan de ene kant van het kasteel bleef en Peter aan de andere. Mm-hmm. Ja. Gezellig. Ja, oh ja, even voor de duidelijkheid. Het was dus ook haar tweede neef. Ai... Dat was normaal voor monarchen. Vaak was iedereen verwant aan iedereen, helaas. Wat, ja. Hmm, hmm. Maar goed, dit werd dus haar man en die vond ze dus nu al niks. Ja. Nou, de Russische keizeres Elisabeth, die begon Sophie dus toch een beetje te kennen en leuk te vinden. Hmm. En die kende haar familie ook goed. En ja, er was wel wat gerommel door andere nobelen natuurlijk. Maar Peter en Sophie, die gingen trouwen in 1745. Mm-hmm. En ja, ze, op haar 15e ging ze dus naar Rusland toe. Maar ze begon zichzelf ook te integreren, weet je, met haar moeder. Mm. Met haar schoonvader, zeg maar. En met het Russische volk. Mm-hmm. En ze begon dus ook Russisch te leren, wat me een hele grote uitdaging lijkt. Ja, ja. Dus ze bleef ook vaak op, waardoor ze dus door de winter kreeg ze longontsteking. En dan denk je, oh, het is maar een longontsteking. Maar in die tijd was dat super dodelijk. Kan het dodelijk zijn, en, ja. Ja, en, maar dat heeft ze overleefd. Dus zo hard was ze ermee bezig, zo hard studeerde ze dus, dat ze er letterlijk longontsteking van kreeg. Wow, yeah. Ja. Maar daardoor leerde ze dus de taal wel, mm-hmm. Maar ze had wel een Duits accent dan over, dat eigenlijk nooit verdween. Okay. Ik vraag me wel af hoe dat klinkt, Russisch met een Duits accent. Ja, echt. Ja. Maar toen ze in Rusland kwam, kreeg ze ook nog... de pleuritis, ook wel pleuris genoemd. Ja, je luchtwegen ja, krijgt de pleuris inderdaad. Ja, krijgt de pleuris, ja. Ja. En dat maakte haar ook bijna dood. Mm. Zover ik weet kan ik niet zien of die longontsteking dan kwam door de pleuritis. Maar het lijken twee verschillende gevallen. Oké, okay, ja. Ja, en zij zegt dus dat haar overleven, dat was... gebonden aan aderlaten, in het Engels bloodletting. Oh nee, ja, inderdaad. Mensen, dat is geen slimme manier om te genezen. Meestal heb je bloed juist nodig.
Ja. Maar goed, toen was het een medische praktijk. Ik bedoel, wat zij erin zagen. Maar ja. Maar ja. Ja, ja. Het ding met bloedzuigers, dat lijkt wel iets te doen. Mm-hmm. Maar inderdaad, aderen laten, dus dat je gewoon bloed ja. eruit laat vloeien. Ja, dat kan op geen enkele manier goed zijn, toch? Kom nou. Nee, dat helpt niet. Nee. Ze ging dus trouwen met Peter de Derde, maar haar vader, die was dus iemand van de Lutherse kerk, die was er dus eigenlijk niet helemaal mee eens dat zijn dochter overging op de Oosterse orthodoxe kerk, zeg maar, de Russische kerk. Maar ja, dat maakte niet uit, want ze werd toch ze sloot zich toch aan bij de Russische orthodoxe kerk. Ja. Mm, yeah. En toen nam ze haar nieuwe naam aan als Katharina. Oh, oké. Okay. Oké, dus ja, Katharina. En daarbij hoorde dan in het Engels en het Nederlands is het Alexejevna. Mm-hmm. Heeft Katharina nog een bepaalde betekenis? Of, Wat ik ervan begrijp is dat het de schone of de zuivere betekent. Oh, en ja. Wat gewoon een mooi heilige naam, zeg maar. Ja, ja het, waarschijnlijk is het iets christelijks. Ja, 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 dat lees ik inderdaad. Het is een veel Russischere naam. Ze heeft het overgenomen van Katharina de Eerste. En zij is dan Katharina de Tweede. Nou, en op 21 augustus 1745 gingen Katharina en Peter eindelijk trouwen in Sint-Petersburg. Ja. Maar haar vader kwam helaas niet naar Rusland voor de trouwerij. Hmm. Ja, familie is ingewikkeld, I guess. Ja, helaas was het huwelijk was niet helemaal succesvol. Peter was mentaal nogal kinderlijk, van wat ik ervan begrijp. Oh, hmm. En daardoor was het dus zo dat het huwelijk ook jaren niet werd geconsumeerd. Hmm. En ja, Katharina was daar niet helemaal mee eens. Het was niet echt een liefdevol huwelijk, nee. Nee, niet helemaal. Maar door te lezen kreeg ze een beetje een interesse en kennis over, over macht en bewind voeren. Mm-hmm. En zij noemden het revolutie. Ze las bijvoorbeeld Voltaire, maar ook Tacitus. Mm-hmm. En ja, dat interesseerde haar heel erg. Maar uiteindelijk kwam het er dus wel van dat Elisabeth, de moeder van Peter, die chanteerde Peter en Katharina om hun opvolger te maken. Mm-hmm. Okay. Maar dat kwam dus ook omdat Elisabeth bang was dat zij van de troon gestoten zou worden. Ja, oké. Ze wilde dus een kleinkind die het over kon nemen. Ja. toen de zoon van Katharina en Peter overleefde, hun zoon heette Paul. Ah, het is toch gelukt. Toen had Katharina dus verschillende affaires of minnaars, mm-hmm. liaisons. Ja, liaisons, ja. Ja. En ze hebben een naam. Oh my gosh, let's go. Stanislaus Augustus Poniatowski. Mm, wow, weet je. Grigori Grigorejevich, mm-hmm. Orlov. Alexander Vasilchikov. Mm-hmm. Grigori Potemkin. Well, yeah, yeah. Ivan Rimsky-Korsakov. Uh-huh. En nog meer. Weet je, als je mij zou vragen, oké, zeg nu een aantal Russische namen. Dan had ik ongeveer deze gezegd. Ja, zoiets hè. Korsakov is ook een ziekte hè. Ik heb het gevoel dat er ook wat Polen tussen, of een Pool tussen zit. Ja, precies. Ja, ja. Maar, ja dit is wel, het eindigt allemaal op in of... Ja, maar die Poniatowski, ja, dat klinkt wel als een Pool. Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja, ja. Maar Peters temperament werd steeds eigenlijk meer kinderlijker en steeds vervelender, zeg maar. Hmm. Hij bleef zingen en hij was
vervelend gewoon. Dus dat, ja, dat werd lastig. In 1759 werd Catharina zwanger van haar tweede kind, Anna, die helaas jong overleed. Wel 14 maanden, maar ja, dat kindersterfte was helaas... Ja, was een ding vroeger. Ja, veel meer een ding. Ja, hierdoor kregen Catharina en Peter ook ruzie, omdat Peter dacht dat het niet zijn zoon zou zijn. En Catharina zei dat, of die verweerde dit, die zei wel dat het zo was. Maar ja, dat... Hun relatie was dus een beetje, ja, aan het afbrokken. Ja, dit was een echte laatste druppel, hè. Ja. In 1762 overleed Elisabeth en Peter die volgde haar op. Catharina werd dus consort van de keizer. Mm-hmm. Op 8 juli liet Catharina haar man arresteren. Mm-hmm. En liet ze hem de troon afzweren. Oh, oké, okay, nice, wow. En dus nam zij de troon over. Op 17 juli 1762 ging Peter dood. Waardoor weten we niet. Yo, wat is dit voor... Wauw. Oké. Okay. Ja, we weten niet waardoor hij dood ging. Maar ze heeft hem dus gewoon afgezet, hè? Ja, klinkt niet echt als een ongelukje, nee. En nog geen 6 maanden heeft die man... iets meer dan 6 maanden heeft die man geregeerd. Mm-hmm. Ja, Catharina nam dus het over. Op 22 september werd ze gecoroneerd, gekroond. En toen werd dus eigenlijk een van de schatten van de Romanov-dynastie werd gemaakt. De keizerlijke kroon van Rusland. Oeh, ja, ze hebben wel echt hele mooie juwelen. Hè? Ja, maar die werd gemaakt voor haar dus. En het is een ontzettend duur ding. Ja. Ja. Ja, 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 75 parels, 4.936 Indische diamanten en een 398.62 karaat robijnse... Oh ja, ik lees een spinel. Ja, ja, een heel duur ding. Ja. Maar dit is dus zeg maar het begin van haar heerschappij. Door haar heerschappij heen heeft ze dus de grenzen van Rusland best wel verbreed. 520.000 vierkante kilometer. Oh, oké. Okay. Nieuw-Rusland, dat is ongeveer een deel van Oekraïne tegenwoordig. De Krim heeft ze tot het Russische Rijk overgenomen. De noordelijke Caucasus, het rechtse gedeelte van Oekraïne, Wit-Rusland of Belarus, hè. Mm-hmm. Litouwen en Koerland. Dat ken ik niet. Ja, dat is... Het is een regio in Letland, zo te lezen. Ja, dit ging dus ter koste van het Ottomaanse Rijk en Polen-Litouwen. Ja. Maar ja, ja, ze was... ook bezig met samenwerken met de Britten. Ze hadden een handelsovereenkomst. Mm. Ze had een akkoord met Pruisen, Polen en Zweden. Mm. Ja, ze was eigenlijk wel bezig met buitenlandse politiek. Ja, klinkt echt alsof ze het moderne Rusland gevormd heeft. Met westelijk Europa was ze ook wel... Ze kozen voor om niet zich te bemoeien met zaken in Duitsland. Ze liet geen Russisch militaire aanwezigheid in Duitsland toe. Oké, okay, ja. Yeah. En ze was een soort van, wat Groot-Brittannië later deed, een soort van bemiddelaar. Ja, ze voerde geen oorlog, maar ze was meer, ze had een League of Armed Neutrality, ook wel een bewapende neutraliteit, om scheepsverkeer te beschermen. Want op dit moment was de Britse, de Royal Navy, de Britse marine, die was bezig met de Amerikaanse
revolutie. Mm-hmm. Dus die waren daarmee bezig. Ja, ja, die probeerden allerlei schepen te bekennen. Dus ja. Ja, Rusland had sowieso wel interesse in scheepsbouw. Hè? Die, ja. Die tsaar Peter, die heeft ook scheepsbouw gestudeerd in Zaandam. Dat was Peter de Eerste, Peter de Grote. Ja. Volgens mij wel, ja. Het is tsaar Peter die inderdaad in 1697 kwam hij naar Zaandam toe. Oh, wauw. Ja, ja, ja. Cool. Ja, dat weet ik natuurlijk over Peter. Hè. Ja, ja, jij kent alle Peters uit de geschiedenis natuurlijk. Alle Peters die in Nederland komen, dat moet natuurlijk ook. Peter, hoeveel Nederlandse Peters zijn er? Oh, niet zo heel veel. Hè? Oh, je bedoelt gewoon totaal? Ja. Peter was vroeger een hele populaire naam, maar inmiddels... Ja, ik denk dat het wel wat minder is. Worden weinig jonge Peters meer geboren. Ik kan me voorstellen dat jullie echt met tienduizenden zijn. Maar... Ah, zo'n 120.000. Wauw. Maar ja, daar was ze dus mee bezig. Maar in 1764 hebben we een surprise return van Stanislaus, meneer Poniatowski. Die plaatste ze op de Poolse troon. Ja, een van haar lovers, hè? Een van haar minnaars, ja. Ja, dit in 1768 werd ze de beschermer van de politieke rechten... van burgers en boeren, van de Pools-Litouwse gemenebest. Maar dit zorgde dus voor een anti-Russische opstand in Polen. Mm. Maar dit werd neergeslagen. Dus toen zette Katharina daar een vorm van regering neer... waardoor dus de Pools-Litouwse gemenebest eigenlijk onder controle stond van Rusland. Oké, ja. En dit was onder supervisie van ambassadeurs en onderhandelaars. Dus ja, fun times. Ja, ja, echt. Ja, Katharina was in 1791 was ook bang dat want er groeiden dus democratische bewegingen. Oeh. En er was ook iets van een wederopstanding van macht van het Pools-Litouwse gemenebest. Ze wilde gaan ingrijpen in Polen. Mm. En ze gaf steun aan de Targowice Confederatie. Een Poolse anti-reformeringsgroepering. Hmm. En die versloegen dus een Pools loyalist leger in de Pools-Russische oorlog van 1792. En ook in de Kościuszko-opstand. Dus ja, Polen werd vervolgens opgedeeld onder gebieden van Pruisen, Oostenrijk... Hmm. Ja, de Polen zijn in de geschiedenis altijd de lul. Ja, echt, hè? Ja. De Polen en de Belgen, die zitten overal tussenin. Ja. Nou ja, ze had dus ook handelsrelaties met Japan. Oh, wauw. Er werd wat Russische activiteiten door pelsen te jagen in Kamchatka en de... Kuril-eilanden. Daardoor dacht Rusland van... oh ja, we kunnen wel handelen met Japan. In 1783 werd een Japanse kapitein... Daikokuja Kodoyo... die kwam in de Aleutische eilanden. En daar zaten dus Russen. Toen nog. Dat was toen nog Russisch gebied. En de Russische autoriteiten helpten zijn... schepen. Mm-hmm. En ze gebruikten hem dus als een handelsgezal. Oké, dat zou gaan. Ja. Ook niet zien aankomen. Ja, in 92 stuurde de Russische overheid een handelsmissie naar Japan. Onder de leiding van meneer Adam Laxman. Ja. Niet de meest Russische naam, maar... Nee, klinkt een beetje Nederlands. Ja, nou, hij was Fin-Zweeds, maar... Ja, oké, okay, ja, precies. Ja, nee, dan werk je natuurlijk wel samen, I guess. Het werd ontvangen door het Tokugawa Shogunaat. Maar onderhandelingen, die zijn niet gelukt, helaas. Hmm. Maar ik bedoel, dat is het enige dat ik kan vinden. Dus het is niet dat het per se fout ging. Het is alleen maar dat het handelen met Japan blijft altijd lastig. Ja, maar ik bedoel, er staat niet het mislukte en ze zijn nu allemaal dood. Dat ja, is precies. Al
Ja, het is al een stuk fijner als dat gebeurt. Ja. Maar ja, Nicolaas nummer 1, de kleinzoon van Catharina, die vond dat ze nogal oneerlijk was. Dat haar buitenlandse politiek nogal oneerlijk was. En dat ze steeds niet kon bereiken wat ze zou zeggen. Ze had eigenlijk geen lange termijn strategie en daardoor kwamen er steeds fouten in voor. En ze verloor dus ook af en toe gebieden van Polen en Litouwen. En gaf dat dus aan Pruisen en Oostenrijk. Hm. Maar het is wel zo dat door haar invloed en haar heerschappij is Rusland wel steeds meer invloed gaan uitoefenen. Niet alleen in een Europees opzicht, maar ook een globaal opzicht. Weet je, Rusland begon steeds meer op andere gebieden eigenlijk hun politiek te drijven. Hm, ja. En hoe zat het dan? Want Catharina was echt wel bezig met de gezondheid van haar volk. Ze zorgde voor weeshuizen. In 1964 startte ze ook verschillende ziekenhuizen. In Moskou maakte ze een weeshuis. Ze zorgde dat de overheid statistieken ging opnemen. Hè? En ze zorgde ook dat het leger haar medische standaarden en de medische diensten in het leger ook omhoog gingen. Er kwam echt wel een medische administratie. Oké, het is fijn om te horen dat ze niet alleen maar de gebied innam en dat soort dingen. Het was niet alleen een heerser, weet je. Dat, mm-hmm. dat is helaas vaak zo. Heersers zijn niet per se goede mensen. Nee. Tegenwoordig is het wat anders. Maar ja, het is allemaal bruut. Maar zij was dus wel echt bezig met de gezondheid van haar volk. Ja, ja. En economisch begon het nogal lastig, want ze was te star en zorgde dat er niet echt ruimte was voor economische ontwikkeling en verbetering. Hmm. Maar ze zorgde er wel voor dat Duitsers uit de Volga, die liet ze integreren in het Volga-gebied. Mm-hmm. En die zorgden ervoor dat agrarische systeem, dat eigenlijk moderniseerde. Verschillende graanmolens, tabakcultuur begon te groeien, schaapsherders. Dus ja, die zorgden wel voor in ieder geval een agrarische bloem. Weet je, Rusland is een van de grootste agrarische landen tegenwoordig. En dat begon hier een beetje. Maar dat is natuurlijk altijd zo geweest. Ze hebben ontzettend veel land om dingen te verbouwen. Ja, dat helpt. Ja. Uiteindelijk begon ze dus ook het om te gooien. Daar was ze ook mee bezig. Hier gebruikten ze prins A.A. Wiazemski voor. Ja. En stukje bij stukje hervormen, dat werkte niet. Want je had natuurlijk geld nodig voor oorlogen. Maar ja, je moest ervoor zorgen dat je verantwoordelijkheden, dat die werden gedefinieerd door je functie, zeg maar. Dus het hangt er vanaf wat je doet en daarop krijg je je verantwoordelijkheid. Ja, ja. Dus ja. Ja, oké. Okay. Maar waar Catharina echt gedreven in was en waar ze echt, waar haar liefde voor was, was toch kunst. Oh, oké. Okay. Ja, daar was echt haar kunst, literatuur, opleiding, educatie. Ja, dat was echt haar ding. Mm, yeah. Dus wat je steeds terugvindt is dat de keizeres was een liefhebber van kunst en boeken. In 1770 gaf ze het bevel om een hermitage aan haar huis toe te voegen. En daarbij kreeg ze een verzameling van beelden, schilderijen, boeken. Ja, ja.
In 1790 was het Hermitage ongeveer, had het 38.000 boeken, 10.000 verschillende edelstenen en 10.000 verschillende tekeningen. Ja, op zich wist ik het wel. Hè. Je hebt natuurlijk de Hermitage in Amsterdam, waar ook tentoonstellingen zijn van bijvoorbeeld de Russische kleding. Ja, het is werkelijk prachtig inderdaad. Maar ze had dit dus. Maar er waren ook twee vleugels toegewijd aan de collecties van verschillende nieuwsgierigheden. Curiosities. Ja, dat. Dus ze had best wel veel shit. Ik denk dat ik zou 1000 boeken kunnen hebben, maar ik denk het net niet. Echt, hè, ja. 38.000 boeken. Dat is een hoop, ja. Zeker in die tijd. Ja, ik hoop dat we ze allemaal nog hebben. Maar ja, goede vraag. Vraag me af of zo dubbele uitgaven zat. Dat moet toch wel? Zal wel wat tussen zitten. Ze had 3 redenen om boeken te lezen. Voor informatie. Voor haar plezier. En boeken die haar inspireren met filosofie. Ja, yeah, ja. Yeah. Daar was ze echt wel van. Mm-hmm. Ze was dus ook best wel fan van Chinese dingen. Weet je, porselein, kunst. Yeah. Ja, dat was... In die tijd was dat een ding, weet je, van zeker. Chinees is mooi. Porselein in het Engels heet ook China. Chinaware. Dus dat is inderdaad echt een ding. Oh, wauw. Dus ja, ze was echt wel een kunstliefhebber. Ja, bijzonder, ja. En dit stelde ze ook aan haar volk. Mm-hmm. Ze was natuurlijk wel erg autocratisch. Hè. Ze had alles strak onder controle. Maar het volk was over het algemeen vrij positief naar haar. Maar ja, ze was erg ook bezig met het zeggen van... Ja, de neppe keizeres is weg. Van, ik ben de echte keizeres. Ja, ze deed ook... er ging best wel veel fout. Het falen van de oogst... overspoelingen en het wegnemen van vrijheid. Nou ja, het ging goed. Uiteindelijk werd het wel een beetje negatiever, want mensen kunnen maar zoveel hebben. Ja, uiteindelijk kreeg ze dus ook te maken met opstanden. Maar ze waren wel, het is dan wel weer grappig, vanwege dus het falen van de basisdingen ging het fout. Maar ze waren het wel eens met haar idealen. Mm-hmm. Ja, oké. Dus ja, heersen is lastig. Zeker, zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat je echt niet iedereens lievelingetje bent. Nee, zeker niet. Erg lastig. We skippen naar 1796. Op 16 november stond Catharina op en ze dronk koffie. Mm-hmm. Was haar ding, blijkbaar. Haar ochtendkoffie. Zie koffieaflevering van. Ja. Ook in Rusland dronken ze koffie, mensen. Ja. Maar ze gaf ook aan van ze had beter geslapen dan dat ze langere tijd had gedaan. Maar toen werd ze om 9 uur op de grond gevonden met een paars gezicht, zwakke pols en haar ademhaling was nogal zwaar. Oké, is dat een ziekte? Is dat een vergiftiging? Wauw. Ze had een beroerte, Peter. Ja. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt nog steeds, ja. Het is, ja. En voor haar, voor die tijd, was ze natuurlijk ook niet bizar oud. Maar ze was toch wel... Ja, op leeftijd. Ja. Ja. En toen gingen mensen gewoon eerder dood. Helaas. Ja, zeker. Ja, onze medische kennis is nu erg vooruit gegaan. Zie ader laten. Maar, zo stierf Catharina de Tweede, Catharina de Grote. Mm-hmm. Ze heeft ervoor gezorgd met haar heerschappij dat Rusland eigenlijk een soort van mee ging spelen op het Europese toneel, het Europese politieke toneel. Ja. Ze was gerespecteerd vanwege haar politieke visie, haar affiniteit voor kunst.
En ze hadden ook best wel wat rivalen, want er gaat een nogal nare, een naar gerucht rond, dat natuurlijk helemaal verkeerd is. Maar er wordt dus gezegd, ze was ook een liefhebber van paardrijden. Maar er wordt dus gelogen dat ze is doodgegaan omdat ze dus... seksuele dingen heeft gedaan. Omdat ze seks had gehad met haar paard, ja. Dat is niet waar. Nee. Weet je? Maar dat is wel echt typisch, een soort bullying. Ja, schoolplein verhaaltjes. Ja, oh ja, ook om iemand zwart te maken, hè? Ja. Weet je, iemand ontdoen van, oh, ze is gewoon raar. Ja, ze is gewoon raar. Ja, precies. Ja, ja, het klinkt... toch ook een beetje misogynistisch, maar wie ben ik? Ja. Maar ze ging dus gewoon dood aan een beroerte. Ja, oké. Ja. Even ontkrachten. Jongens, dit is niet waar. Ja. Goed, je wil natuurlijk altijd mensen in een slecht daglicht zetten. Ja, zeker. En als er dan niet zoveel is, dan moet je maar dit soort dingen... Ja, zeker als er vrouwen zijn. Ja. Dat is zeker waar. Dat een vrouwelijke heerseres, dat kan natuurlijk niet. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Dus ja. Zie de minimaal 100 voorbeelden die er zijn geweest. Veel meer hoor, maak ik niet druk. Maar... Nou ja, ik denk zeker dat zij het beter heeft gedaan dan haar man. Peter de derde. 34 jaar is een stuk langer dan 6 maanden, Peter. Ja, zeker. En het is natuurlijk ook zo, hè. Leiderschap is voor bepaalde mensen weggelegd. Ja, en voor sommige mensen niet. En voor sommige mensen niet. En dat is helemaal niet erg. Als je gewoon een goede werker bent. Einstein was geen goede leider of zo, weet je. Maar hij is een zeer waardevolle man. Ja. Iedereen zou zijn eigen ding. Maar dat is het ding eraan. Wat is een leider? Ik bedoel, we zijn steeds bezig met oorlog en weet ik veel wat en zo. Maar weet je, is dat per se nodig? Nee. Maar er zijn veel gevallen waarin wordt gezegd dat niet zo is. Ja. Maar dit was toch wel een interessant verhaal van eigenlijk een Russische keizeres. Ja, bijzonder hoe ze die opvoeding tot prinses eigenlijk, ik vind dat zo leuk. Ja. Dat je net getraind wordt in allerlei dingen om mee te doen met die hoge wereld van... Politieke macht, ja. Het is heel interessant. Het lijkt me ook leuk om het daar een keer over te hebben, maar dat ga ik een andere keer doen. Ja, precies. Ja. Ik ga het hebben over iets heel doms de volgende keer, iets levens en licht. Precies. Ja. Maar ik was ook wel verbaasd, ik wist niet dat ze Duits was. En aan de andere kant, waarom ben ik verbaasd, want elke adel is bijna Duits. Ja, en het gebeurt steeds, hè, dat zo'n iemand die dan aan de macht komt in zo'n land, dat die helemaal niet uit het land komt. Zie het Nederlandse volkslied. Ja. Maar het is echt van, er wordt ook steeds van, als iemand een koninklijk huis op wil zetten, wordt er gekeken, yo, is er iemand cool in Duitsland? Dus wat? Ja, blijkbaar zijn Duitsers goede koningen, terwijl nu is het een republiek. Mm-hmm. Dus Peter, als wij ooit een koninkrijk op willen zetten, heb jij Duits bloed? Nee, ik heb wel Duitse vrienden, dus ik kan daar wel even checken. Okay. Ik zal wel even rondvragen bij hem. Volgens mij was er een of andere Duitser in de Napoleontische tijd die bleef hangen in Friesland. Ja. Dus ik heb nog 1 druppel Duits bloed over, ik weet niet of dat geldt. Waarschijnlijk als we ver genoeg teruggaan, kom ik ook wel uit Duitsland, hoor, zeker weten. Ja, klopt. Dit was het verhaal van Catharina de Grote. Ja. Van Rusland. Ja, fijn om te horen. Het klonk eventjes zo van, dit is allemaal land innemen en dat soort dingen. Maar daarna inderdaad voor het volk. Goed, dus wel verdiend. Ik vind het mooi. We moeten even zo'n ding hebben van, is deze de Grote verdiend of is het niet verdiend? Deze vond ik wel verdiend. Verschrikkelijk of de Grote? Ja, inderdaad. Dat klinkt als een leuke reality show. Deze heerser de Grote? Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Doei.